iedereen, vandaag ga ik jullie laten zien hoe je makkelijk en snel een nagellak aan kan brengen die minstens een week gaat blijven zitten. Hiervoor heb ik de volgende dingetjes nodig. Een vijl. Ik gebruik zelf een glasvijl omdat ik dat makkelijker vind en ik heb begrepen dat het ook minder schadelijk is voor je nagels. Een buffer. Een bokkenpootje. Nagellakremover. Nagelriemremover. Een base coat. Een kleur naar keuze. En optioneel gebruik ik nog altijd witte nagellak, zodat de kleur goed naar buiten kan komen. En ik gebruik vandaag nog een shimmerkleurtje over mijn nagellak heen. En als laatste een topcoat. Als eerste ga ik de oude nagellak eraf halen. Ik gebruik hiervoor Essence Quick and Easy Sponge Nail Polish Remover. En deze is acetonvrij. En het enige wat je hoeft te doen, er zit een sponsje in. En het enige wat je hoeft te doen is je vinger erin te dopen en een beetje te draaien. En dan zie je dus dat de nagellak eraf gaat. Nou, als alle nagellak eraf is, dan ga je je nagel in de vorm veilen dat je het graag wilt. Ze zeggen altijd dat je maar één kant op mag veilen, maar het blijkt dus met de glasveil dat dat gewoon twee kanten op mag. En dat vind ik altijd wel handig. Nou, het veilen van mijn nagel gebruik ik een buffer. Dit is eigenlijk om je nagels een beetje te polijsten en de scherpe randjes die je net hebt geveild, dat die ook gewoon zacht worden, waardoor je nagel minder snel breekt. En ik gebruik de witte kant, dus echt de hele zachte kant. En dat doe ik over mijn hele nagel. Dus ook aan de bovenkant. Als ik dat heb gedaan, gebruik ik de nagelriemremover. Deze is ook van Essence. En wat je doet is eigenlijk, je hebt een klein sponsje eraan zitten. En daarmee ga je over je nagelriemen. Dat laat je 15 seconden inwerken. En dan ga je met het bokkenpootje, deze kant is dat, duw je je nagelriemen naar achter. Heel voorzichtig. En wanneer je dit hebt gedaan, was je heel even snel je handen, zodat het spul niet verder meer kan inwerken. En kunnen we verder gaan. Dan is het nu tijd voor base coat. Ik gebruik die van Catrice, de Ultra Stay & Gel Shine. Deze heeft geen lamp nodig. Probeer je nagels in 3 stroken geheel te bedekken. Dan gebruik je ook niet te veel product. Doop het kwastje in je nagellak, in dit geval dus de base coat. Strijk hem aan 1 kant af. En de kant waar je niet hebt afgestreken, die zet je in het midden van je nagel. Doe je hem even aan de kant, kunnen jullie beter zien. Zet je hem in het midden van de nagel, duw je hem bijna tot aan het nagelbed. Duw je hem zo ver mogelijk naar je nagelbed. En dan strijk je hem in 1 keer in het midden eroverheen. Pak je van dezelfde kant, 1 keer aan de zijkant. En dan nog 1 keer aan de andere zijkant. En dan 1 keer in het midden om alles weg te halen. De base coat laat je even drogen. De volgende stap is optioneel. Ik gebruik dan een witte nagellak, zodat mijn andere nagellak goed uitkomt. Dan sla ik mijn middelvinger over met de witte lak, om het verschil aan te kunnen tonen. Ik weet niet hoe goed jullie het kunnen zien. Maar zoals je ziet is dus mijn middelvinger een stuk donkerder. En ik heb het idee dat het ook minder mooi glanst. Dit laagje laat je ook even drogen. Nu kan je bijvoorbeeld zeggen, nou ik vind het goed zo. En dan doe je de topcoat eroverheen.
ik kies dus nog voor een extra laagje. Breng vervolgens je topcoat aan. Ik heb dus die van Catrice Ultra Stay Gel & Shine topcoat. En vergeet het ook niet te sealen. Dus dip hem nog een heel klein beetje het puntje erin. En ga over het randje van je nagel heen. En dat is dus om te voorkomen dat het meteen afbladert. Dus je lakt je nagel, oh iets te veel, je lakt je nagel gewoon eigenlijk, zoals je net ook deed, in 3 stroken proberen. En vervolgens pak je het kleine restje wat dus nog op je kwastje zit en daarmee ga je langs de voorkant van je nagel. Dit is het eindresultaat, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Om alles nog een keer rustig na te kunnen lezen kun je naar mijn blog gaan, missbeautifier.com. En daarop zie je ook welke producten ik heb gebruikt en welke kleuren dit zijn geweest. En vergeet je ook niet te abonneren op mijn kanaal wanneer je meer video's wilt zien. Ook ben ik te volgen op Facebook, Twitter en Instagram. Die link zal ik in het commentaar onder zetten. En ik hoop jullie weer te zien bij de volgende video. Doei! Dus er staat geen prijs van in. Dan de lip scrub. Die is €12,50. Die is €12,99.